Geachte professor Metsenmakers, familie, geachte collega's, geachte aanwezigen. Welkom in de aula van onze universiteit. Fijn dat u met zoveel bent gekomen. Je moet eigenlijk even achterom kijken, Job. Dat doet altijd goed. Een vol cortège en een volle aula, dat zien wij graag. Wij zijn hier vandaag voor een heel bijzonder moment. Wij gaan dadelijk luisteren naar het afscheidscollege van professor Job Metsenmakers. Dat gaan we eigenlijk meteen doen, want daarna kom ik bij u terug. En dan ga ik het een en ander vertellen over deze bijzondere hoogleraar. Maar dat doe ik pas na jouw afscheidscollege. Ik geef jou meteen graag het woord. Rector Magnificus, voorzitter van het college van bestuur, decaan en vice-decaan van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences, lid van de raad van bestuur van het Maastricht UMC+, voorzitter van de vakgroep huisartsgeneeskunde, jaargenoten uit 1974, studenten en collega hoogleraren uit Maastricht en andere universiteitssteden, collega, collega van de vakgroep huisartsgeneeskunde en andere vakgroepen en afdelingen, vrienden, bekenden en belangstellenden. Heel hartelijk welkom. Even vooraf, ik heb nog wat last van een restje van een kou, dus ik moet af en toe mijn keel schrapen. Fijn dat jullie met zoveel op deze verjaardag bent gekomen. Inderdaad, ik ben 67 jaar geworden. Ja, Rector Magnificus, je kunt niets binnen deze instelling geheim houden. Deze datum leek me een prima gelegenheid om mijn afscheidsrede Goede Keuzes, 45 jaar UM, te plannen, omdat deze vlak voor 16 september ligt. En dat is een uiterst belangrijke datum. U ziet hier de omslag van het jaarboek Maastricht 1974. En ik citeer hieruit. Maandag 16 september anno domini 1974 is een datum die eigenlijk uit de chronologische volgorde van wat er dat jaar al zo gebeurd is, gelicht zou moeten worden, omdat de geschiedschrijving deze dag zou boekstaven als de belangrijkste dag van dat jaar. De medische faculteit Maastricht in oprichting ging van start en Maastricht wordt binnenkort een universiteitsstad. Einde citaat. En dat is komende maandag 45 jaar geleden. Vandaar mijn 45 jaar UM in de titel. Uiteraard weet ik dat de officiële handtekening van koningin Juliana in 1976 is gezet en er voor de universiteit dus nog geen 45 jaar UM is. Lees UM dan maar in kleine letters, anders in het dialect 45 jaar voorbij. Nu ik het tweede deel van mijn titel heb toegelicht, rest mij nog iets te zeggen over goede keuzes. Een afscheidsrede biedt gelegenheid om nostalgisch terug te blikken en dat zal ik ook doen. Anderzijds is het ook een beetje verantwoording afleggen. Ik kijk terug aan de hand van een beperkt aantal onderwerpen die u hier benoemd ziet. Het lijstje is al stevig ingekort. En ik zal ook de vrijheid nemen om op een aantal punten mijn mening te geven. Ik was conform mijn voorkeur in Utrecht geplaatst. Ik had me daar al ingeschreven voor de introductie en was in juli-augustus 1974 op zoek naar een kamer. Plots ontving ik een brief van staatssecretaris Klein. En de inhoud was kort gezegd: in Maastricht begint een nieuwe opleiding geneeskunde. Het is officieel een cursus. Als u voor Maastricht inschrijft, vervalt uw oorspronkelijke inschrijving. En er is geen enkele garantie dat de cursus een officiële opleiding wordt. Ik wist niet direct of Maastricht dus een goede keuze zou zijn. Toevallig kwam ik Robert Hulsmans, die helaas te vroeg is overleden, een oud klasgenoot van de middelbare school, tegen. Hij vertelde me dat hij voor Maastricht koos. Zijn oom, professor Harry Hulsmans, hoogleraar in Rotterdam, zou naar Maastricht verhuizen. En die had hem verteld dat het een heel ander soort opleiding zou worden, waarbij gewerkt zou worden in kleine groepen. En mijn afweging werd Utrecht met een instroom van 300 studenten, plus de zekerheid dat er in jaar 2 nog maar 200 studenten zouden zijn, of Maastricht met een instroom van 50 studenten, plus de verwachting dat die allemaal zouden doorstromen. Het perspectief van een kleine groep studenten en een nieuwe manier van opleiden sprak me aan. Ik koos voor Maastricht en ik heb dat nooit betreurd. Staatssecretaris Klein noemde ons cursisten,
maar in de werkelijkheid werden we gewoon studenten genoemd. Maar denk niet dat de inschrijving storm liep. Niet alle 50 beschikbare plaatsen werden gevuld. Een groep uitgeloten studenten kreeg het aanbod om alsnog naar Maastricht te komen. Ons jaar bestond dus niet alleen uit bewuste kiezers van het nieuwe onderwijsprogramma. Ik ben ervan overtuigd dat de kritische houding van ons als studenten tot een vruchtbare dialoog met de onderwijsmakers heeft geleid en het onderwijsprogramma heeft verbeterd. Het onderwijsprogramma was inderdaad nieuw en meestal net op tijd klaar. Als studenten werden we betrokken bij opzet en evaluatie. Er heerste een pioniersgeest, want we zouden samen de kritiek dat in Maastricht medisch-maatschappelijke werkers werden opgeleid weerleggen. Ik kan vele uren over het eerste jaar, maar ook over andere jaren vertellen. Ik zal me beperken tot een aantal aspecten. Ik begin met kennis van onderwijs. Wat is het nut van onderwijsgroepen? Deze vraag werd uiteraard vaak gesteld. We kwamen allemaal uit het klassieke klasmodel van de leraar die de stof doorneemt en vertelt welke pagina's geleerd dienden te worden voor het proefwerk. Nu moesten we in een onderwijsgroep een casus bespreken, taken verdelen en zelf besluiten wat te leren. Een tutor mocht ons begeleiden, maar was zeker in de beginjaren ook nog niet helemaal vaardig om dat te doen. De onderwijsmakers waren nog zoekend om het model van McMaster Universiteit uit Canada te vertalen naar de Maastrichtse situatie. Goede, duidelijke en door wetenschappelijk onderzoek onderbouwde uitleg was eigenlijk noodzakelijk om studenten, maar ook stafleden te overtuigen van de gemaakte keuzes. Dat wetenschappelijk bewijs over problem-based en later probleemgestuurd onderwijs was zeker niet in ruime mate aanwezig. Veel was in die tijd gebaseerd op belief, geloof. En geloof in deze nieuwe onderwijsmethode. Inmiddels zijn in het huidige onderwijs op de middelbare school het werken in groepen- en projectonderwijs ingevoerd. Maar dat wil niet zeggen dat de studenten en de scholieren de onderliggende motieven van deze onderwijsmethodes begrijpen. Naar mijn mening moet vanaf het begin van de studie uitleg gegeven worden over de onderwijsmethodes. Waarom wordt deze methode gekozen? Hoe past dat in het geheel? Hoe kan je het meeste profijt hebben van de methode? En ik doel dan niet op een syllabus van 20 pagina's, maar kleine korte documenten of filmpjes die beschikbaar komen als de student eraan toe is, just in time. En deze kennis zou onderdeel moeten zijn van toetsing. Het gaat dus om weten en begrijpen waarom het onderwijs op een bepaalde manier wordt vormgegeven. Een ander punt is, hoe kun je studenten motiveren? Studenten die geneeskunde willen komen studeren, willen dokter worden, mensen helpen of redden. Mogelijk verwachten ze op basis van allerlei televisieseries veel heroïek, maar ze hebben wel een duidelijk doel. In het curriculum 1974 werden we snel met de patiënt en de gezondheidszorg in contact gebracht. In ons blok 1.1 werden direct patiëntenproblemen gepresenteerd. Ik kon de afstervende teen van een diabetespatiënt bijna ruiken, ook al was het een papieren casus. En natuurlijk wilde ik alles weten om de teen te redden en herhaling aan de andere voet te voorkomen. Ik denk dat echte patiënten of patiëntcasuïstiek in de eerste studiejaren een uiterst belangrijke motivator zijn tot studeren. Er moet een probleem zijn, een uitdaging om op te lossen. En er moet bijdragen aan het gevoel steeds meer dokter te worden. Tegelijkertijd moet een casus ook aanzetten tot bestuderen van onderliggende fysiologie en pathofysiologie in hun onderlinge samenhang. In het blok Intercity leerden we de structuur van de gezondheidszorg en de werkers in de zorg kennen. Niet op basis van een papieren omschrijving, maar door persoonlijk contact. We reden van ziekenhuis naar maatschappelijk werk en van apotheek naar revalidatiecentrum. Uiteraard voorbereidende onderwijsgroep en met lijstjes van te stellen vragen. Voor kerstmis 1974, dus binnen 4 maanden na de start van mijn opleiding, mochten we enkele dagen bij een huisarts meelopen en meekijken. Het was fascinerend omdat ik sommige dingen al begreep op basis van wat ik geleerd had en ook omdat het me motiveerde problemen uit te zoeken. In het eerste studiejaar was ook een periode van 4 weken in het ziekenhuis onderdeel van het curriculum. Maar we kwamen niet in de rol van student of toekomstig arts, maar als verpleeghulp. Billen wassen, bedden opmaken, overdracht bijwonen. Het was niet allemaal gemakkelijk omdat wij toch studenten geneeskunde waren die ook over de ziekte van de patiënt iets wilden leren. Kort gezegd, een echte patiënt, levensechte patiëntcasuïstiek, contact met andere werkers in de zorg en oriëntatiestages in de zorg waren de motiverende aspecten in het eerste jaar van ons curriculum. En in de daaropvolgende curriculumjaren zijn deze programma's uitgebouwd. De voortdurende en sterke toename van het aantal studenten, nu zo'n 360 per jaar,
heeft grote invloed gehad op de mogelijkheden van patiëntcontacten in de praktijk. Ik beperk me nu tot de huisartsgeneeskundige setting. Vanuit de vakgroep huisartsgeneeskunde hebben we zowel het OEL-programma, oriëntatie eerste lijn, als deels ook het adoptiemodel, een programma waarbij studenten uit jaar 2 tot 4 regelmatig naar de huisarts en in gezin gingen, moeten beëindigen. De logistiek werd steeds complexer en we hadden niet genoeg stageplekken meer beschikbaar. We kregen met de grootste moeite stageplekken voor het coachschap huisartsgeneeskunde afgesproken. Ik heb het beëindigen van het OEL- en het adoptieprogramma zeer betreurd, omdat studenten met regelmatig contact kwamen met het werk van de huisarts. Ze konden dan zien dat een groot deel van de gepresenteerde klachten en problemen ook door de huisarts kon worden aangepakt en behandeld. Toch een beetje tegenwicht tegen de soms heroïsche ziekenhuiszorg. Ik zie een nieuwe bachelor met meer vrijheid en verantwoordelijkheid van de student voor zijn eigen studieprogramma met vertrouwen tegemoet. Daarnaast hoop ik dat studenten vanaf het begin met de hulpvragende mens te maken krijgen. Verder denk ik dat de huidige masterfase nog bijstelling vereist. En ik meen dat de veranderingen in de gezondheidszorg, waarbij zowel het takenpakket van de huisarts als van de ziekenhuisspecialist sterk veranderd is en nog wel verder zal veranderen, tot een grondige analyse moeten leiden ten aanzien van het praktisch medisch onderwijs, zoals ik de coachschappen zou willen noemen. Als vakgroep zullen we onze uiterste best blijven doen om zoveel mogelijk huisartsen bereid te vinden tot deelname aan het bachelor- of masterprogramma. Volgens sommige deskundigen zou ik nu een grap moeten vertellen om u weer bij de les te krijgen. Of moet u moeten vragen om even met uw buurman of buurvrouw te reflecteren op wat ik gezegd heb. Ik neem gewoon even een slokje water. Ik zal mijn best doen en ietsje schuiven naar het midden. Dan gaan we verder. Huisarts het 1 jaar en wordt het 5 jaar. In 1973 veranderde het academisch statuut, waarbij de opleiding tot basisarts 6 jaar werd. Elke medische faculteit kreeg toen een huisartsinstituut dat verantwoordelijk werd voor de 1-jarige opleiding tot huisarts. Ook in Maastricht kwam die opleiding tot stand, een beetje in de luwte van alle aandacht voor het PGO-basiscurriculum. Ik moest in 1979 kiezen welke vervolgopleiding ik na mijn afstuderen in 1980 zou gaan doen. Het coachschap huisartsgeneeskunde van 12 weken, toen PMOH, praktisch medisch onderwijs in de huisartspraktijk geheten, had ik met veel plezier in het gezondheidscentrum Noord te Hoensbroek gelopen. Maar ook de interne geneeskunde en de psychiatrie spraken mij aan. Ik koos tenslotte voor de huisartsgeneeskunde in de overtuiging dat ik elementen uit de interne geneeskunde, zoals puzzelen om een diagnose te krijgen, en gesprekken zoals in de GGZ, heel goed in de huisartsensetting zou kunnen inpassen. Dat heb ik inderdaad kunnen doen en mijn keuze voor de huisartsgeneeskunde is voor mij een goede keuze geweest. In 2003, toen ik mijn oratie voorbereidde, heerste er een negatieve stemming over de toekomst van de huisartsgeneeskunde, mede door het eigen geweeklaag van huisartsen. Ik gaf mijn oratie de titel De huisarts blijft en ik hanteerde bewust het uitroepteken. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik gelijk had, want de positie van de huisarts in ons zorgstelsel is nu onomstreden. Terug naar de duur van de huisartsopleiding. Mijn opleiding in 1980 duurde 1 jaar. Dat was kort, te kort. In 2 stappen werd de opleiding vanaf 1994 3 jaar, waarbij op basis van Europese regelgeving ook een ziekenhuisstage verplicht onderdeel werd. Nu klinken in Europa geluiden voor een verdere verlenging van de opleidingsduur. Die Europese regelgeving gaat over het vrije verkeer van personen en dus over erkenning van elkaars diploma's. Kort gezegd, wie een Nederlands diploma als huisarts krijgt, moet in Frankrijk als huisarts worden geaccepteerd zonder aanvullende scholingsvereisten, behalve de taalvaardigheid. Alle Europese landen moeten dus met elkaar afspreken welke voorwaarden gelden voor wat ik maar even de Europese huisarts noem. EURACT, de Europese Vereniging van Docenten Huisartsgeneeskunde, heeft de opleidingen in verschillende landen in kaart gebracht. Er zijn grote verschillen. In enkele landen wordt het merendeel van de opleiding in het ziekenhuis doorgebracht, waar veel productie en weinig opleiding aan de orde is. In andere landen is de huisarts eigenlijk nog niet als specialist erkend en daar komt de wens van 5 jaar opleidingsduur vandaan. De redenering is
dat alleen als de opleidingsduur van de huisarts gelijk is aan die van de ziekenhuisspecialist, zoals bijvoorbeeld een internist, de huisarts erkend zal worden. Het streven naar verlenging is dus niet altijd gebaseerd op inhoudelijke argumenten, maar op politieke gronden. Het is verstandig om bij de discussies over de opleidingsduur het Europese perspectief mee te nemen. Dit dwingt ons met onze buitenlandse collega's mee te denken over nut en invulling van de ziekenhuisstages, waarbij wij van onze kant een variabele opleidingsduur op basis van verworven en aangetoonde competenties kunnen aankaarten. Ik ga nu naar mijn tweede onderwerp. De hand van greep. Voordat ik meer vertel over de hand van greep, moet ik een aanloopje nemen en iets over greep zeggen. Professor Ko Greep was chirurg en decaan van de faculteit geneeskunde in de periode dat over het academisch ziekenhuis beslist moest worden. Een medische faculteit heeft een academisch ziekenhuis. Dat was het uitgangspunt van Maastrichtse bestuurders, faculteit, universiteit, gemeente. Maar niet Den Haag. En als er dan een academisch ziekenhuis kwam, werd dat dan Sint Annadal of was het ziekenhuis de Wever een hele niet logischer. Moest er aanbouw op het Annadal-terrein of volledige nieuwbouw op de Randwijk. Het proces vat ik samen als heftige, intense, soms op de persoon gespeelde debatten. Het resultaat staat op Randwijk, maar Annadal is ook nog steeds als zorgvoorziening in gebruik en sinds kort formeel verbonden aan het Maastricht UMC+. Professor Wim Brouwer, hoogleraar huisartsgeneeskunde, en professor Marius Rommel, hoogleraar sociale psychiatrie, meenden dat het in die tijd een goede gelegenheid was ook de academisering van de eerste lijn, de huisartsgeneeskunde, of de sociale psychiatrie aan de orde te stellen. Want waarom zou innovatie en integratie van zorg, onderwijs en onderzoek niet ook in deze buiten het ziekenhuis gelegen sectoren aan de orde zijn? Met enkele collega-huisartsen in opleiding zagen wij de ontwikkeling van zo'n academisch eerste lijns gezondheidscentrum wel zitten. Paul Hulshoff, Jan Nijhoff, Koen van Vught, Rob Winter en ik schreven een plan. We keken voorzichtig naar de groeiende nieuwe Maastrichtse wijk De Heeg als vestigingsplaats. Greep en Brouwer steunden onze plannen. Toch kwam er plots een kink in de kabel toen Greep in zijn enthousiasme, of boosheid, in een overleg met Maastrichtse huisartsen meedeelde dat hij zijn jongens in De Heeg zou zetten. Dat viel helemaal verkeerd in een tijd dat de huisartsen hun eigen vestigingsbeleid hadden. Ik kreeg dan ook een uitnodiging, dwingende uitnodiging, om de voorzitter van de Maastrichtse huisartsenvereniging te komen, die me duidelijk maakte dat het zo in Maastricht niet werkte. De hand van Ko Greep had ons veel te vroeg in het proces willen helpen. Dat was geen goede keus van Ko Greep. We hadden nog geen netwerk dat ons had kunnen ondersteunen en nog faculteit of vakgroep hadden contacten met de gemeente over de ontwikkeling van de wijk. Bij de ontwikkeling van het Leidse Rijnproject in Utrecht eind jaren 90 heeft de samenwerking tussen gemeente, universiteit en zorgverzekeraar wel geleid tot gezondheidscentra verbonden met de Universiteit Utrecht. Maar het is toch goed gekomen. Rob Winter is psychiater geworden en Paul Hulshoff, Jan Nijhoff en Koen van Vught zijn inderdaad huisarts geworden. Zij hebben ook aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek deelgenomen. Zelf ben ik in april 1982 bij de universiteit in dienst getreden om vanuit de capaciteitsgroep huisartsgeneeskunde de academisering verder uit te werken. Tegelijkertijd zochten Wim Brouwer en ik naar een praktijk. En geen onverwacht werd hij benaderd door huisarts Jacques Kuipers uit Geulen. Deze had te veel werk als solist, maar te weinig voor twee huisartsen. Hij vroeg aan Wim Brouwer of hij niet een huisarts had die halftime zou kunnen komen werken. En na enkele gesprekken over wat academisering inhield, durfde Jacques Kuipers het avontuur aan. Ik heb toen in mei 1982 een uitstekende keuze gemaakt. Als ik nu terugkijk op de periode 1982-1988, zie ik dat verschillende lijnen samenkwamen. En ik werd een soort knooppunt op basis van eerder opgedane kennis. Ik benoem ze als probleemgeoriënteerde verslaglegging, het werk van de huisarts, klassificatie van gegevens uit de huisartspraktijk en ontwikkeling van het huisartsinformatiesysteem, het HIS. Dat is het nadeel van deze microfoon.
Op instigatie van professor Evert Rerink, voorzitter van de capaciteitsgroep huisarts gezondheidszorgontwikkeling, liep Paul Hulshoff en Jan Nijhoff tijdens het keuzeonderwijs in jaar 4 stage in Guy's Hospital in Londen, waar ze kennis maakten met de probleemgeoriënteerde verslaglegging. Tijdens mijn verblijf op de afdeling interne geneeskunde van het Michael Reese Hospital in Chicago nam ik de gelegenheid te baat om ook mee te lopen op de afdeling die verantwoordelijk was voor de invoering van de problem-oriented medical record in het ziekenhuis. Onze opgedane kennis werd in Maastricht zeer gewaardeerd en er kwam een projectgroep probleemgeoriënteerde verslaglegging tot stand. Deze ronde in 1981 een handboek af met erin richtlijnen voor de verslaglegging in het ziekenhuis en de huisartspraktijk. En ondanks de brede samenstelling van de projectgroep bleek het lastig belangstelling voor verslaglegging te stimuleren. Dat geldt toen en geldt nog steeds. Ik zal u geen betoog houden over het grote belang van zorgvuldige en volledige verslaglegging. Iedereen zal het daarmee eens zijn. Helaas komt adequate scholing en verslaglegging maar moeizaam van de grond. En deze opmerking geldt zowel voor het basiscurriculum als ook de specialistische vervolgopleidingen, hoewel we op dit moment wel een training verslaglegging in de Maastrichtse huisartsopleiding hebben ingevoerd. Het werk van de huisarts. Als jonge discipline moest de huisartsgeneeskunde haar eigen taak- en onderzoeksagenda opstellen. En een belangrijke lijn was te beschrijven van het handelen van de huisarts. De Haagse huisarts Oliemans beschreef al in 1969 de aandoeningen die door een 50-tal huisartsen in hun praktijken werden gezien. En in 1967 startte professor Frans Huygen in Nijmegen met de continue mobiliteitsregistratie die nog steeds bestaat. De Maastrichtse capaciteitsgroep huisartsgeneeskunde werkte toen ik in 1982 in dienst kwam aan wat heette het basisproject verslaglegging en registratie. Ook dat project was gericht op het vastleggen van het handelen van de huisarts. De gegevens zouden in NRG probleemgeoriënteerde gezinsmappen worden genoteerd. En volgens het projectvoorstel zouden zelfs speciale kasten worden aangeschaft. Een 15-tal huisartsen uit Zuid-Limburg werkten aan de vraagstellingen en oriënteerden zich op de te gebruiken klassificaties. Ik mocht toetreden tot de projectgroep omdat ik a. kennis had van probleemgeoriënteerde verslaglegging, b. kennis had van Ambulatory Care Service, grote onderzoeken in de Amerikaanse primary care setting, en c. kennis had van de procesclassificatie van de North American Primary Care Research Group die in ontwikkeling was. Professor Frans van Schellevis en ik hebben in Nederland een pilot met deze procesclassificatie uitgevoerd. In de WHO, de Wereldgezondheidszorgorganisatie, uitgegeven International Classification of Diseases, de ICD, was en is niet geschikt voor gebruik in de huisartspraktijk, omdat de ICD volledig gericht is op diagnoses, terwijl in de huisartszetting een klassieke ziektediagnose vaak niet gesteld kan worden. Rond 1985 presenteerde professor Henk Lambas van de Universiteit van Amsterdam wat hij noemde de reason for encounter classification, waarmee de reden van komst, wat de patiënt zegt als hij binnenkomt, eenvoudig geclassificeerd kon worden. Meerdere huisartsen uit het basisproject hebben deelgenomen aan een pilot met de RfW. Lambas heeft deze RfW doorontwikkeld tot de ICPC, de International Classification of Primary Care. Daarmee kon niet alleen de reden van komst, maar ook verrichtingen, het voorschrijven van een recept, diagnoses, zoals raak en rugpijn en plannen beleid worden vastgelegd. Over de ontwikkeling van het HIS, het huisartsinformatiesysteem, is een spannend boek te schrijven. Ik beperk me tot een deel wat relevant is vanuit mijn perspectief. In 1983 zette het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur in Zuid-Limburg het project Regionaal Informatievoorzieningssysteem Gezondheidszorg, RIVOG, op. Onderdeel daarvan was het HIS-project, ofwel automatisering in de huisartsgeneeskunde. Drie huisartsen uit de regio Heerlen werden benaderd om mee te werken. Paul Huppener, al jaren lid van de werkgroep Huisarts en Computer van het Nederlands Huisartsgenootschap, was een self-made computerexpert. En Geert-Jan van Schendel was lid van het basisproject Verslaglegging en Registratie. Hij kon dus zijn kennis over coderen en klassificeren inbrengen, terwijl Frank Guldenwond actief met de probleemgeoriënteerde verslaglegging aan het stoeien was. In een hands-on benadering ontwikkelde ze in korte tijd een HIS dat als micro-HIS op de markt kwam. De verschillende lijnen konden toen samengebracht worden, waarbij het basisproject omgezoopt werd tot het registratienet huisartspraktijken
RNH. De RNH-praktijken kregen computers met microHIS als programma, waardoor zowel het probleemgeoriënteerde element voorhanden was en de ISPC was ingebouwd. Wel bleek het begrip probleem nog onduidelijk. Wat moest allemaal op die probleemlijst staan? En die probleem was een essentieel onderdeel van de verslaglegging. Dat diabetes op de lijst zou moeten staan was duidelijk, maar moest verkoudheid ook op de probleemlijst. Ik schreef samen met Henri Plagge en Joost de Kanter een artikel over de probleemlijst voor huisarts en wetenschap. En hoewel dit geen Engelstalig artikel is en het aantal citaties beperkt, beschouw ik het als een van mijn belangrijkste artikelen. De definitie en omschrijving van een probleem is daarna overgenomen in de literatuur over verslaglegging en door andere huisartsgeneeskundige registraties gehanteerd. Nu vraagt u zich mogelijk af welke keuzes ik gemaakt heb. In uw projecten maak je keuzes nooit alleen. We bereiken consensus op basis van overleg. Mijn belangrijkste bijdrage was dat ik op de eerder genoemde lijnen heb samengebracht aan de ontwikkeling van het basisproject, papieren mappen in speciale kasten naar RNH, geautomatiseerde gegevensverzameling heb begeleid. De oorspronkelijke doelstelling van het basisproject was het beschrijven van het handelen van de huisarts. Henk Lambert heeft met zijn transitieproject gekozen om alle aspecten van het consult, reden van komst, verrichtingen, evaluatie en diagnose en beleid en plan, in kaart te brengen. Wij meenden in Maastricht dat het niet zinnig was hetzelfde te doen en geloofden dat wij het RNH konden positioneren als een steekproefbestand waarbij andere onderzoekers gebruik van konden maken. Wij wilden van de huisartsen de chronische gezondheidsproblemen aangevuld met enkele geanonimiseerde persoonsgegevens en die wilden we opslaan in ons RNH-bestand dat bij MEMIC, het Centrum voor Data en Informatiemanagement van onze instelling, werden ondergebracht. Onderzoekers zouden op deze manier minder moeite hoeven doen om proefpersonen te werven via huisartsen. En ook voor huisartsen zou het minder werk zijn om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het bestand zou door zijn opzet bovendien uitermate geschikt zijn voor longitudinale analyse en onderzoek naar multimorbiditeit. Je zou kunnen zeggen dat we in 1990 de eerste stappen naar big data zetten. Ik heb in mijn proefschrift uitgebreid op het RNA en de verschillende functies ingegaan. Het RNA werd een voorbeeld voor andere huisartsgeneeskundige registraties, zoals in Groningen en Leiden. Sinds 1990 zijn er zo'n 65 onderzoeksprojecten die gebruik gemaakt hebben van hun RNA-gegevens en er zijn er gemiddeld per jaar 2 proefschriften, op zijn minst deels gebaseerd op gegevens uit het RNA, en jaarlijks zo'n 8 internationale publicaties. Het RNA kreeg te maken met de wet van de remmende voorsprong. We hadden een vliegende start met microHIS, waardoor we door het werk van Geert-Jan van Schendel steeds softwareaanpassingen en aanvullingen in de huisartspraktijk, maar ook bij MEMI konden doorvoeren, die het gebruik van microHIS door het wetenschappelijk onderzoek bevorderde. Veel huisartspraktijken uit het land die microHIS als HIS kozen, wilden ook hun gegevens aan het RNH ter beschikking stellen. We hebben een aantal belangstellende praktijken gevraagd hun gegevens aan te leveren en hebben die vervolgens vergeleken met ons eigen bestand. Er waren grote verschillen die het gevolg waren van niet consequent gebruik van de registratierichtlijnen. We hebben toen de keuze gemaakt te kiezen voor kwaliteit van gegevens en ons te beperken tot onze eigen huisartspraktijken. Er kwamen naast microHIS ook andere HIS-pakketten op de markt die geen ingebouwde software hadden om gemakkelijk gegevens uit te spoelen voor opslag bij het MEMIC. Ook gingen sommige RNA-praktijken over van microHIS naar een ander pakket, omdat de zorggroep of regio naar een ander HIS overstapte. En hoewel het RNA-bestand gegevens bevatte van 140.000 patiënten met meer dan 350.000 chronische ziekten, bleek met name bij onderzoek van minder frequent voorkomende aandoeningen dat de steekproef die uit het RNA getrokken kon worden toch klein en soms te klein was. In 2018 is besloten om het RNA om te vormen tot het Research Network Family Medicine Maastricht, het RNFM, waarbij het aantal deelnemende praktijken zal groeien. De bedoeling is dat daardoor in 2020 het aantal actieve patiënten verdubbeld wordt. Het RNFM maakt nu deel uit van de Intercitygroep in samenwerkingsverband van eerste lijns registratienetten van 5 Nederlandse universiteiten. En binnen dit samenwerkingsverband wordt gezamenlijk onderhandeld met derde partijen, met als meest tastbare resultaat dat we in uniforme manier de gegevens uitgespoeld krijgen uit de aangesloten huisartssystemen. Waarbij het RNA in eerste instantie alleen de chronische gezondheidsproblemen aangevuld met enkele geanonimiseerde persoonsgegevens onder bestandopname, wordt in het RNFM nu de complete dataset voor medische gegevens gebruikt.
Ik ben van mening dat dit verstandige keuzes zijn die de oorspronkelijke doelstellingen van het RNA versterken. We hebben de naam hoog te houden met onze dataset die longitudinaal en dynamisch is en zich daarmee onderscheidt van andere netwerken. Ik ben nu over de helft. Dus u kunt gaan aftellen om aan het glaasje wijn te gaan denken. Ik wil nog stilstaan bij twee onderwerpen en begin met het academisch netwerk. De huisartspraktijk in Geulen, waar ik in mei 1982 aan de slag ging, moest dus een academische of geacademiseerde praktijk worden. Maar wat hield dat in? Bij het academisch ziekenhuis, in 1982 nog duidelijk in wording, ging het om begrippen als rijksbijdrageacademisering, zeer specialistische zorg, wetenschappelijk onderzoek, vertragingstijd, die onderwijs en opleiding mogelijk maakte. Moest er ook vertragingstijd in de huisartspraktijk? En hoeveel? En wie zou dat betalen? Moest de universiteit de praktijk in eigendom nemen? Moesten alle medewerkers van de praktijk in dienst van de universiteit? Moest er ook academische, zeer speciale zorg, specialistische zorg in de huisartspraktijk zijn? Vragen waarop geen eenvoudig of eenduidig antwoord te geven was. Het was onontgonnen terrein. Ik werkte als huisarts, kreeg onderwijsrol op de faculteit, zag studenten naar de praktijk komen en werd lid van het basisproject. Ook Jacques Kuipers kreeg een aanstelling en werd actief in het onderwijs. Geulen combineerde de verschillende elementen van de academisering en tekende een academiseringsovereenkomst, net zoals het gezondheidscentrum Withuis uit Venlo. Huisarts Harry Krebolder uit Withuis werd rond die tijd hoogleraar in Maastricht. Maar Krebolder en ik waren niet de eerste huisartsen die in dienst kwamen van de capaciteitsgroep huisartsgeneeskunde. Verschillende huisartsen, vooral uit Maastricht, maar ook uit Hoensbroek, hadden al een kleine aanstelling voor hun werk aan het basisproject over het onderwijs. Deze huisartsen kunnen terecht pioniers genoemd worden. Ze droegen actief bij aan onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Maar waren de praktijken waarin deze huisartsen werkten nu ook daardoor geacademiseerd? Er waren namelijk ook huisartsen die als huisartsgastheer deelnamen aan het koorschap huisartsgeneeskunde en studenten in de praktijk ontvangen, of huisartsenopleider in een praktijk openstelden voor huisartsen in opleiding. De variatie was groot en het was duidelijk dat we een model moesten ontwikkelen om de essentie van de academisering te verduidelijken. Zo kwamen we op een model waarmee we de huisartspraktijk in onze oorregio, Limburg en een deel van Brabant, konden indelen. Er is een beperkte groep huisartsen die op geen enkele manier deelneemt aan onderwijs, opleiding of wetenschappelijk onderzoek. Gebrek aan ruimte en tijd is een veel opgegeven reden als we navraag doen. Er is een groep huisartsen die we in feite elk jaar opnieuw om medewerking moeten vragen. En de volgende cirkel bevat praktijken waarmee meer structurele afspraken zijn gemaakt. Het betreft praktijken die veelal aan een specifieke activiteit deelnemen. De binnenste cirkel omvat praktijken die structureel op meerdere gebieden met de vakgroep samenwerken. Maar voor het label geacademiseerd, en dus academische werkplaats, moest er bovendien sprake zijn van innovatie, bij voorkeur op het gebied van gezondheidszorg. Met deze beperkte groep huisartspraktijken werd regelmatig overlegd om activiteiten projectmatig aan te pakken. We stimuleerden uitwerking van nieuwe ideeën in de zorg en waren bereid daar financiële middelen voor beschikbaar te stellen. We vereisten wel een schriftelijke rapportage en bereidheid om uitkomst en ervaring te delen met andere praktijken in de regio. Deze geacademiseerde praktijken zijn de karttrekkers geweest bij onder andere de ontwikkeling van de chronische zorg met een praktijkverpleegkundige. De telefonische triage is in deze praktijken geïntroduceerd, evenals het veilig incident melden. De praktijken waren vroeger gebruikers van de VIP, het visitatie-instrument praktijkvoering, en voorlopers bij accreditering. Ook hadden we in onze werkzaamheden aandacht voor andere disciplines, zoals assistenten en praktijkverpleegkundigen in het kader van interprofessioneel leren. En in de regio Maastricht werd in samenwerking met de afdeling transmurale zorg van het toenmalige ASDM een aantal transmurale zorgpaden gestart waarbij de zorg voor de patiënt beter werd gestructureerd. In de groep geacademiseerde huisartspraktijken was er altijd een groot enthousiaste om deel te nemen aan een door andere praktijken voorgestelde zorginnovatie. Maar gemakkelijk was dat niet. De praktijk die iets voorstelde wilde graag op korte termijn beginnen, terwijl andere praktijken om allerlei begrijpelijke redenen pas later van start konden gaan.
De groep voelde zich duidelijk bij elkaar in de afdeling huisartsgeneeskunde verbonden en liet onderzoeken welke samenwerkingsvormen het meest geschikt zou zijn voor de toekomst. Er waren in feite drie opties. Geen verandering, dat wil zeggen praktijken blijven zelfstandig en werken op basis van een academiseringsovereenkomst met de afdeling samen. Tweede optie, de praktijken vormen samen een stichting en die stichting sluit een samenwerkingsovereenkomst met de afdeling. En ten derde, de praktijken worden overgenomen, opgekocht door het AZM en de afdeling huisartsgeneeskunde krijgt ook een klinische zorg in het takenpakket. De praktijken kozen voor optie 1, waarbij iedere praktijk eigen zelfstandigheid behield. Ik had mijn kaarten op optie 2 gezet, omdat ik dat als een stevige basis voor continuïteit zag, waarbij praktijken enige autonomie zouden inleveren. Optie 3 dacht ik zou veel te ingewikkeld worden. Dat praktijken voor optie 1 kozen, kon ik ook weer begrijpen gezien de ontwikkelingen in de zorg, waar met name in Limburg op dat moment in korte tijd zorggroepen van de grond kwamen. Deze zorggroepen, voortgekomen uit plaatselijke huisartsvereniging, contracteerden bij de zorgverzekeraar de chronische zorg voor bijvoorbeeld diabetes of COPD-patiënten. Huisartsen en praktijken uit onze binnenste cirkel speelden daarbij vaak een belangrijke rol. Zij hadden immers al ervaring met zorginnovatie en de inzet van praktijkverpleegkundigen. Wij als afdeling moesten mee in deze verschuiving en hebben snel structureel contact gemaakt met de verschillende regionale zorggroepen in Limburg. Daarnaast probeerden we ook contact te houden met onze geacademiseerde huisartspraktijken. Ze zijn nog steeds voorlopers en deelnemers aan het RNFM. Ik heb voor mezelf 4 leerpunten over academisering opgesteld. De wens tot autonomie is bij huisartsen zo groot dat er een zeer kleine kans is dat ze ooit formeel in dienst van een universitair medisch centrum willen zijn. Bij academisering gaat het om het stimuleren en benutten van innovatiekracht, ongeacht de organisatiestructuur. Academisering is voor een deel gekoppeld aan personen met hun eigen doelstellingen. In geacademiseerde praktijk hoeft dus niet per definitie altijd geacademiseerd te blijven, ook al lijkt dat op verspilling van middelen. De aandacht voor voortrekkers is belangrijk, maar samenwerken met alle partijen in het veld blijft noodzakelijk voor het functioneren van de vakgroep. Mijn laatste onderwerp. Het internationale DNA. De universiteitswebsite had recent als kop internationalisering zit in ons bloed. En in eerste instantie vond ik dat wel een erg sterke stelling, maar ik kan er wel mee instemmen. Er werd vroeger immers ook gesproken over de Rijksuniversiteit Limburg. De medische faculteit Maastricht in oprichting kreeg veel buitenlandse bezoekers. Deels kwamen die van McMaster University uit Canada, want Maastricht moduleerde haar onderwijs naar McMaster. Maar er kwamen ook bezoekers uit andere landen. Die bezoekers wilden altijd met studenten spreken, om te horen wat wij ervan vonden. En dat leidde weer tot uitnodigingen om elders op bezoek te gaan. Zo reisden we in jaar 1, of was het toch al jaar 2, met 4 studenten op uitnodigingen af naar het Hospital Crébillon-Bicêtre in een ziekenhuis in Parijs. We werden ingedeeld op de operatiekamers alsof we ouderejaars waren. Mijn Franse taalvaardigheid was niet fantastisch en zeker minder dan van mijn reisgenoten. Maar ik had wel een auto. Hier zijn we samen met Henk Schmid op uitnodiging op bezoek bij studenten in Bern. En door deze contacten werd ons steeds duidelijker welk speciaal innovatief onderwijsprogramma we hadden. Dat wij geen colleges hadden was ongehoord. In het 4e studiejaar, waar een keuzeonderwijsperiode van 3 maanden was voorzien, verschenen voorstellen voor buitenlandstages, zoals een tropenblok in Tanzania en een blok over probleemgeoriënteerde verslaggeving in Londen. Professor Ever Gering organiseerde voor mij een keuzeonderwijsperiode over quality assurance of van kwaliteitsbewaking in Rockford in plaats van de buurt van Chicago. Maar mochten we wel naar het buitenland, waren we dan wel verzekerd? En moest het onderwijsprogramma niet goedgekeurd worden door de jaarcoördinator of de keuzecoördinator onderwijs? Het college van bestuur moest hierover geraadpleegd worden en die gaf na rijp beraad toestemming als er een duidelijk programma beschreven en goedgekeurd was door de faculteit. Mijn verblijf van 3 maanden in Rockford heeft me veel geleerd. Over het onderwerp kwaliteitsbewaking, over de gezondheidszorg, over de cultuur,
over surveys en onderzoeken in de zorg. Ik heb al eerder aangegeven dat deze ervaringen heel nuttig bleken voor de ontwikkeling van het basisproject Later RNA. Het contact met Rockford is niet verloren gegaan. Regelmatig volgen masterstudenten geneeskunde met veel plezier hun wetenschapsstage, de WESP-stage, bij professor Michael Glasser, een van mijn begeleiders uit 1978. In Darwin, Australië, heeft de Network Towards Unity for Health de afgelopen dagen haar 40-jarig bestaan gevierd. Maastricht is een van de founding institutions van wat toen heette Network of Community-Oriented Educational Institutions for the Health Sciences. Het secretariaat is zeker 25 jaar in Maastricht gevestigd geweest bij Ine Kuppen en later Pauline Vluggen. En binnen dat netwerk kwamen de nieuwe en jonge medische opleidingen bij elkaar die vernieuwend waren op het gebied van onderwijs en community orientation. Er werd minder focus op grote ziekenhuizen, maar meer aandacht voor zorg in de communities. We zouden kunnen spreken voor aandacht voor primary care. Deelnemers uit Maastricht, waaronder ook studenten, konden zeker in de beginjaren uitvoerig vertellen over onderwijsprogramma's zoals oriëntatie eerste lijn, het adoptieprogramma, het co-schap, het skills lab en over onze toetsing. Het klinkt misschien voor ons wat raar dat dit bijzonder was, maar onderwijs buiten het ziekenhuis was bijzonder voor veel landen. Ik heb verschillende bijeenkomsten van het netwerk bijgewoond en ben via die contacten later betrokken bij projecten van She Collaborates, de afdeling van onze faculteit, die ontwikkeling van nieuwe opleidingen wereldwijd ondersteunt. In één project met UGM, de Universitas Gadjah Mada uit Yogyakarta, Indonesië, oorspronkelijk gericht op de verdere ontwikkeling van het undergraduate of basiscurriculum, is de stap gezet naar de opleiding van een huisarts primary care dokter in Indonesië. Die zou naar de basisopleiding van 5,5 jaar een additionele 3-jarige opleiding moeten volgen. De eerste stappen zijn gezet. Er is wetgeving, er is nog veel tegenwind en nog veel te doen. Geraldine Beaujean, Geert-Jan Wesseling, Marijke Kruithof en Malike Bouwmans aan Maastrichtse kant, Amora Klaramita, een Shi-alumnus in Indonesië, hebben enorm veel werk gericht. Ook Chaitan, een van mijn jaargenoten en afkomstig uit Indonesië, heeft via de stichting Jaspra contacten op politiek niveau. Het gaat wel lukken om ook daar een huisartsopleiding van de grond te krijgen. Maar in een van ons Nederlanders traag tempo. Zelf ben ik internationaal vanaf 2007 meer bestuurlijk actief geworden. In Wonka Europe, de Europese tak van de Wereldorganisatie voor Huisartsen, was ik tussen 2007 en 2016 eerst secretaris en daarna voorzitter. En van 2016 tot 2018 was ik pennemeester van Wonka World. U zult begrijpen dat ik wel kan instemmen met de stelling dat internationalisering in mijn bloed zit. Ik heb altijd getracht een goede ambassadeur voor onze instelling te zijn en ik heb ervaren dat Maastricht overal ter wereld een enorm goede naam heeft. Het gaat dan niet om Maastricht en de euro of Maastricht en andere milieu, maar het gaat over Maastricht en onderwijs, opleiding en wetenschappelijk gebied op het gebied van onderwijs. SHE, de School of Health Professions Education, maakt Maastricht wereldberoemd. In het volgende en laatste deel van mijn betoog richt ik me specifiek op de opleiding geneeskunde. De internationalisering zou ik graag meer in het curriculum willen zien en niet alleen in de vorm van buitenlandstages. Ik denk dat gezien de globalisering in het curriculum meer aandacht zou moeten komen voor de verschillende gezondheidszorgsystemen met hun voor- en nadelen. Er zijn maar weinig landen waar de huisarts zo'n centrale positie heeft in een systeem waar toegankelijkheid tot de zorg voor slechts weinigen een probleem is. En ik ben blij te horen dat er plannen zijn die in het curriculum deze aandacht voor de globalisering vorm krijgen. Daarnaast mag er ook meer aandacht komen voor ziektebeelden die nu nog maar beperkt in Nederland voorkomen, maar waarvan de incidentie aan het toenemen is. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan dengue of sikkelcelziekte. Of denk aan ebola. In Nederland niet voorkomend, maar door een reiziger binnen 1 dag vanuit Afrika op de drempel van de huisartsenpost of het ziekenhuis gebracht. Ik denk dat het college van bestuur in 1978 terecht vroeg om een goed omschreven programma voor onze buitenlandkeuzeonderwijs. Eigenlijk gaat het om 2 samenhangende onderdelen. Allereerst het programma zoals afgesproken en vastgelegd tussen Maastricht en de buitenlandse gastheerinstelling. En daarnaast het persoonlijk leerplan van de student die eigen specifieke leerdoelen moet koppelen aan de meer globale leerdoelen van het programma. De commissie keuzeonderwijs buitenland, waarvan ik enkele jaren voorzitter mocht zijn, stelde op basis van feedback van studenten vast dat niet alle programma's meer up-to-date waren.
Soms was de oorspronkelijke begeleider verdwenen en wisten opvolgers niet wat er nu van hem verwacht werd. En in een aantal gevallen bleek het programma gewijzigd zonder goede communicatie daarover. Studenten moesten dus ter plekke alternatieven vinden. Nu is enige flexibiliteit helemaal niet verkeerd en zelfs leerzaam. Maar ik denk dat het goed is dat de stages plaatsen in een schema van regelmatige review en bijstelling te plaatsen, zodat studenten erop aankunnen dat het aangeboden programma ook daadwerkelijk beschikbaar is en studenten een verantwoorde keuze kunnen maken. Hieraan wordt gewerkt. Twee stageplekken zijn onder andere op basis van slechte beoordelingen gesloten en werkbezoeken naar andere stageplekken staan gepland. Mijn opmerking over het bewaken van de kwaliteit van keuzeonderwijsplekken geldt ook onverminderd voor koosschapsplekken in het buitenland. Dames en heren, ik heb in het begin van mijn reden gezegd dat ik mijn afscheidsreden nostalgisch zou terugblikken. Ik heb dat aan de hand van een beperkt aantal onderwerpen gedaan en hoop dat ik nog een aantal punten ter overdenking achterlaat. Uiteraard zijn er momenten waarbij ik op een verkeerde of ongelukkige keuze heb gemaakt. Hoewel ik voor transparantie ben, zal ik deze, ook gezien de tijd, niet met u gaan bespreken. Ik voel gewoon dat de rector het daarmee eens is. In tegenstelling tot wat gebruikelijk lijkt, begin ik met het danken van mijn gezin. Nou, ben ik even de draad kwijt. Hier zijn we. Mijn zoon Maarten, mijn dochter Stephanie met haar partner Tetsuo en hun kleinkinderen Juna en Mickey, mijn dochter Evelien en mijn vrouw Harriet, wat zal ik erover zeggen, hebben de transitie gezien van hun huisarts met werk op de Unie naar hun hoogleraar op de Unie, die geleidelijk ophoudt als huisarts te werken. Ik ben dankbaar voor jullie steun en heb bewondering voor de wijze waarop jullie in de veranderende wereld jullie keuzes maken. Henriette, in het dankboek van mijn oratie heb ik benoemd dat je me de ruimte geeft, maar ook grenzen stelt. Dat ben je in de afgelopen jaren blijven doen. Mijn grote dank daarvoor. En over een jaar ben jij ook uitgezwaaid. Dan begint weer een nieuwe fase. Ik zal mij mijn verder dankwoord beperken, want 45 jaar samenwerken binnen een universiteit levert een uitgebreid netwerk aan samenwerkingscontacten op. Ik dank professor Koen Hemker. Hij vertelde mij bij de opening van de medische faculteit op maandag 16 september 1974 in uw koffiepauze dat het bij de medische faculteit Maastricht niet alleen ging om opleiding tot dokter, maar dat er ook wetenschappelijk onderzoek zou gaan plaatsvinden. Het was een inspirerend gesprek en wellicht is toen het eerste zaadje voor mijn latere wetenschapsactiviteiten gepland, ook al zijn die niet op het terrein van de bloedstolling. Van de hoogleraar en medewerkers van de eerste jaren wil ik professor Wienand Wijnen, professor Henk Smit, Peter Bouwens en Hetty Snelle noemen. Zij hebben mij meegenomen in curriculumontwikkeling, formatief en summatief toetsen, de VGT ofwel de Maastrichtse voortgangstoets, de zevensprong, de rol van de tutor, etc. Wellicht het meest belangrijke was het besef dat ook onderwijsmethodes wetenschappelijk onderbouwd konden worden. Uiteraard ben ik zeer veel dank verschuldigd aan professor Evert Rerik, die mijn keuzeonderwijsperiode in Rockford heeft georganiseerd. Dat is een cruciale keuze geweest die de richting heeft gegeven aan mijn verdere loopbaan. Ik heb al vermeld dat professor Kogreep geen gelukkige hand heeft gehad in de ontwikkeling van een academisch gezondheidscentrum in De Heeg. Toch ben ik hem dankbaar. Hij heeft mij, op voorstel van professor Wim Brouwer, in april 1982 in dienst genomen om de academisering in de eerste lijn verder uit te werken. Daarbij heeft hij mij zeer gesteund, evenals mijn plannen ten aanzien van het RNH. Professor Wim Brouwer heeft me de academisering toevertrouwd, me bij het basisproject vertrokken en mijn droom van een academische praktijkzetting vervuld. En ik denk daarbij ook met grote dankbaarheid aan Jacques Kuipers, de huisarts uit Geuden, die het aandurfde met een jonge huisarts en nog maar half uitgewerkt concept van academisering de samenwerking aan te gaan. Ik heb veel van hem geleerd. In het gezondheidscentrum Geulen heb ik een fantastische tijd als huisarts gehad met in eerste instantie Paul Zwieter en Jean Mures als maten en later met Ramon Ottenheim en Ingrid Mevissen. Samen met assistentes en praktijkverpleegkundigen uit de praktijk en de andere collega's van de huisartsgroep Elsloo Geulen hebben we vormgegeven aan academisering, innovaties in de zorg, wetenschappelijk onderzoek gebaseerde praktijkvragen, onderwijs aan studenten, opleiden van huisartsen en dat door huisartsen in parttime dienst van de universiteit. Ik ben trots en dankbaar. Ik dank mijn collega-hoogleraar huisartsgeneeskunde uit de landen voor de prettige en constructieve samenwerking.
Ik heb met genoegen vastgesteld dat ook de samenwerking met de hoofden huisartsopleiding in de afgelopen jaren verbeterd is. Gelukkig maar, want we zijn tenslotte toch één family. In mijn eigen vakgroep heb ik steun ontvangen aan mijn collega hoogleraren. Ik heb ze maar even op een rijtje gezet, zodat u de namen kunt lezen. Ik dank verder alle medewerkers van de vakgroep en noem specifiek de jarenlange secretariële ondersteuning door Ines Siegelaar. En ook Babette Doorn noem ik apart voor haar inhoudelijke inbreng bij de academisering en alle daarbij behorende projecten. Ik steek nu een randwijk de straat over en kom bij Hans Violet, het voormalig hoofd van de afdeling patiëntenzorg en nog eerder de afdeling transmembranenzorg. In goede samenwerking met de huisartsen in Maastricht en omstreken en met specifiek Nandes Vierhout en Joost Beusmans zijn belangrijke stappen gezet in de samenwerking van huisartsen en ziekenhuisspecialisten. Hans heeft deze ontwikkeling met veel energie en creativiteit gesteund. Ik dank hem, de medewerkers van de afdeling en de raad van bestuur van het Maastricht UMC+. Helaas kan ik vandaag professor Harry Krebolder, mijn voorganger als voorzitter van de vakgroep huisartsgeneeskunde, niet meer persoonlijk toespreken en danken voor zijn steun op meerdere momenten in mijn loopbaan. Het afscheid van André Knotneres eind 2018 heeft hij kunnen bijwonen. De datum van mijn afscheid was te ver weg. Ik zal zijn gezegde, goede moed, blijven herinneren. Ik heb mijn afscheidsrede gekoppeld aan 45 jaar UM en mijn jaargroep daarvoor uitgenodigd. Ik zie met genoegen dat er een flink aantal naar Maastricht is afgereisd. Ik denk dat weinigen beseffen welke reis wij tussen 1974 en 1980 gemaakt hebben. Ik dank jullie voor de saamhorigheid en de vriendschap. Jaargenoot Koen van Vught zei bij het uitreiken van de eerste artsdiploma's in juli 1980 dat het vuur in Maastricht ontstoken is, maar dat er wel regelmatig nieuwe blokken hout op het vuur gelegd moeten worden om het vuur te laten branden. Ik denk dat zowel de bestuurders van de faculteit Geneeskunde, nu Faculty of Health Medicine and Life Sciences, en de bestuurders van de Rijksuniversiteit Limburg, nu Universiteit Maastricht, dat vuur brandend hebben gehouden. Ik dank het huidige college van bestuur en daarmee ook haar voorgangers. Ik ben trots op mijn universiteit Maastricht en dankbaar dat ik er heb mogen leren en werken. Ik heb genoeg gezegd. Beste Job, beste professor Metsenmakers, maar ik mag Job zeggen. Veel dank voor een boeiende inkijk in jouw kleurrijke en veelzijdige carrière. Ik vind het ergens toch jammer dat je niet die momenten met ons wilt delen waarin je misschien de verkeerde keuze hebt gemaakt. Maar dat komt misschien bij de borrel. Ik denk dat we toch wat tips willen van jou. Beste aanwezigen. Ik had beloofd dat ik nog even bij u terug zou komen. En het volle besef dat u niet alleen naar de afscheidsrede van professor Metsenmakers hebt geluisterd vandaag, maar velen van u ook een symposium achter de rug hebben, zal ik proberen mijn praatje beknopt te houden. Maar tegelijkertijd wil ik ook onze hoogleraar natuurlijk de eer aandoen die hij verdient na zo'n lange en mooie carrière aan onze universiteit. Hebben we trouwens al gezongen ook voor hem vandaag? Volgens mij ook nog niet. Ga ik dadelijk op terugkomen. Want hij zei het net al, hè? Hij is vandaag jarig. Net als ik zelf, overigens. Dus we gaan op het einde gaan we toch even langs als leven zingen. Maar dan kunt u vast oefenen in uw hoofd dan, hè? Op de uitnodiging voor het symposium stond al een prachtige pasfoto van professor Metsenmakers uit 1974. Het was het jaar dat hij begon aan de gloednieuwe experimentele en volgens sommigen zelfs onwettelijke opleiding geneeskunde in Maastricht. Die eerste lichting was doorgaans erg gecharmeerd van de pioniersgeest. Samen met drie medestudenten, Wip, Paul en Jan, ging Job regelmatig door de gangen van de Tongerse straat
om te kijken welke nieuwe docenten erbij waren gekomen en wat daar te leren viel. Dat was echt in die tijd. Ik vind dat zelf, ik ben hier 3 jaar, echt een heel mooi beeld, dat dat toen echt zo is begonnen. Dit illustere Vipayoya-gezelschap, werden jullie echt zo genoemd? Het is toch... had naar verluid... Ik kom toch met wat sneuige details nou. Dus dit illustere Vipayoya-gezelschap had naar verluid ook goede contacten met de dames van het onderwijssecretariaat. Wat leidde tot menig gezellig avondje. Verdere details geef ik niet. Omdat Maastricht toen nog niet echt een studentenstad te noemen was, richtte Job samen met anderen een coördinatiecommissie op. Die ervoor zorgde dat de subcommissies leuke dingen organiseerden voor de 49 studenten van de eerste lichting. Later werd dat COCO, van coördinatiecommissie dus. Nu nog steeds één van Maastricht's bloeiende studentenverenigingen. En ook bij het ondermijnende dispuutsgezelschap Het Sapeurke was Job van de partij. Het rondleidingen geven door de grotten van Sint-Pieter, dat was desnoods blijkbaar een hele populaire studentenbaan. Dat liet hij aan zich voorbij gaan. Hij bleef liever boven de grond in het zicht om de toeristen door de stad te leiden. De pioniersgeest uit die tijd, die we nog altijd koesteren in Maastricht en deels ook in leven proberen te houden, nodigde de studenten uit om zelf actief mee te werken aan het nieuwe curriculum. En met dat virus lijkt professor Metsenmakers besmet te zijn geraakt voor de rest van zijn loopbaan hier. Op een positieve manier wel te verstaan. Het verdere verbeteren van met name de kwaliteit van de huisartsenopleiding stond voor hem altijd op nummer 1. We hebben het net weer kunnen zien. En dat heeft vruchten afgeworpen. Daarover dadelijk nog wat meer. Maar eerst waar ik doorgaans vooral verhalen krijg van collega's als input voor mijn praatje, kwam er in dit geval ook een heel fotoarchief voorbij. Foto's van Job in praktisch elk stadium van zijn Maastrichtse carrière. En hoewel ze soms wat klein uitvallen op het scherm, vond ik dat zijn enorme bijdrage aan onze universiteit toch wel een kleine PowerPoint rechtvaardig. Het is de eerste keer dat ik dit doe, vandaar dat het ook net supergoed en snel ging. Daar komen ze. Deze herkent u wellicht van de symposiumkaart, liet jij net zelf ook al zien. Het jaar waarop het allemaal begon in het Maastrichtse. De baard zette door, net als het haar. Maar dat laatste duurde niet heel lang. En uiteindelijk besloot hij ook de baard weg te doen en het te houden bij een snor. Er zit vast een gedachte achter. Ik geloof dat dat ook de rest van zijn carrière zo is gebleven. Net als deze frons wellicht. Beste Job, ik ga hier niet je hele carrière van jaar tot jaar doornemen. Gelukkig heb je zelf net al de hoogtepunten laten zien. Wel wil ik namens de universiteit mijn dank uitspreken voor je inzet en toewijding in de afgelopen 45 jaar. Of het nu de academisering van de huisartsen in de regio betrof, het vroegere patiëntencontact voor tweedejaars studenten, of het opzetten van het registratienetwerk huisartsenpraktijken als goudmijn voor wetenschappelijk onderzoek. Jij zette je schouders eronder en maakte er een succes van. Een naaste collega herinnerde zich hoe je maximaal in de derde versnelling op de snelweg reed, op weg naar een huisartsenpraktijk in de regio voor een werkbezoek. En verslagen las je altijd het liefst zelf, net zoals je voor de vakgroep die je vanaf 2002 voorzat, het liefst de boekhouding ook zelf deed. En alles moest uiteraard altijd kloppen. Waar wij tegenwoordig veel praten over diversiteit binnen de universiteit en het benoemen van meer vrouwen op hoogleraarsposities, is dat voor jou nooit een issue geweest. Ofwel, maar dan wederom op een positieve manier. Je creëerde veel kansen voor jonge collega's en collega's uit verre landen, zoals je net ook liet zien, en investeerde in de ontwikkeling van huisartsenopleidingen in bijvoorbeeld Indonesië. En als je dan op een congresbezoek in de vreemde was, ging je in de vrije uren niet op het strand liggen, maar bezocht je studenten die daar co-schappen liepen. En dat terwijl de combinatie van een huisartsenpraktijk met onderwijs en onderzoek, wat je in totaal 3 decennia deed, niet onderschat mag worden.
Plus natuurlijk het 14 jaar leiden van een vakgroep met alle perikelen die daarbij horen. En het medebesturen van internationale netwerken, zoals inderdaad de World Organization of Family Doctors. Ondanks die overvolle agenda wist jij van de opleiding huisartsengeneeskunde, samen met je collega's natuurlijk, een zeer goed aangeschreven opleiding te maken. Ik zei net in de cortegekamer van de beste opleiding van Nederland. Jij mag het niet zeggen, maar ik mag het natuurlijk wel zeggen. Collega's kunnen dadelijk bezwaar indienen dan bij de voorzitter van het college van bestuur, die hier ook aanwezig is. Van de vakgroep heb je een plek gemaakt waar iedereen zich thuis kon voelen, zonder jezelf daarbij nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen. Een eigenschap die je enorm siert. Als je dan weet dat je ook aan het thuisfront meer dan betrokken was, vraag ik me af of je ergens hebt weten te regelen dat de dag voor jou meer dan 24 uur bevat. Ik wil op deze plaats ook je echtgenote Henriette en jullie drie kinderen, Maarten, Stefanie en Evelien, zeer bedanken ook namens de universiteit. Dank dat jullie je partner en jullie vader vele jaren met ons hebben willen delen. Jullie kunnen trots zijn op alles wat hij heeft bereikt en heeft betekend. Job, namens de universiteit wens ik jou een prachtige toekomst die vandaag begint. Geniet van de vrijheid om leuke dingen te blijven doen en de minder leuke dingen aan anderen over te laten. Ik wens jou alle geluk toe en een heel lang leven. En daar gaan wij nu met z'n allen over zingen. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hieperdebiep, hoera! Doen we maar één keer dan, hè? Oh, twee keer. Drie keer, ja, genoeg, genoeg. Ik wil nu voorzitter van ons college van bestuur naar voren vragen. En ik wil Job jou ook naar voren vragen, want we hebben ook een cadeau namens het college van bestuur. Dat staat hier achter mij verstopt. En dat wil Martin Paul graag aan jou uitreiken. De hele beschrijving erbij weet jij vast. Ja, maar ik mag niet komen. Ja, dat mag. Deze? Test, test. Ja, beste Joop, we hebben niet lang samengewerkt. Ik was maar 3 jaar decaan van FML voordat ze me de berg weggestuurd hebben. Maar ik heb wel toen ik uit Berlijn naar Maastricht kwam, en dan dacht ik ook aan internationalisering is ons DNA, wat je zei. Dat was wel de huisartsgeneeskunde in Maastricht, iets wat ook in Duitsland heel bekend was, naast andere dingen in Maastricht in de geneeskunde. Dat is ook de geest van internationalisering, niet alleen internationale studenten en zoiets, maar ook iets zichtbaars op te bouwen. En dat hebben jullie natuurlijk met een pioniersgeest gedaan. En toen wij, 5 jaar geleden het informele lustrum vierden en alle voormalige studenten van de eerste generatie op het toneel van het theater aan het Vrijthof stonden, daar ben jij ook mee gegaan in jouw toren. Dus helaas moeten we afscheid nemen van de pioniers die dit alles hier gebouwd hebben. Daarvoor veel dank namens het hele college van bestuur. En hier een cadeau van ons, een ets van de mooiste stad van Nederland, in Maastricht. Het woord geven aan professor Muris, de huidige vakgroepvoorzitter. Dank u wel, mevrouw de rector. Dit zal het zijn. Show. Kijk. Ik heb ter geruststelling aan de collega's uit de niet-Maastrichtse gebiedsdelen, de afscheidscolleges hier lopen altijd enorm uit. Dus als u om 5:30 een trein had willen halen, dat gaat hem niet worden. Beste Job en Harriet, de afgelopen volkszang die we net gehoord hebben, doet mij denken aan mijn eigen studie geneeskunde hier in Maastricht. Ik meldde me als toen nog tenor aan bij het net opgerichte Universiteitskoor Maastricht.
Het doet me dan als zanger ook veel deugd dat op deze feestelijke dag een lied ter ere van jou en de jonge rector is aangeheven. Deze dag is ook memorabel omdat na MASH gisteren ook Gulpen, Sibbe en Terblijd werden bevrijd door de Amerikanen in 1944. Maastricht en Meersen komen morgen aan de beurt. Zoute Landen, om iets te noemen, in Zeeland pas in november en zo door tot 5 mei. Achteraf, maar ik ben geen historicus en ik zal ook geen historisch verhaal van drie kwartier houden. Kan je zeggen dat vanaf die tijd de Limburgse bevolking en vooral zeg maar de apartheid die hier was, de klemmende greep, ja, jullie kijken nog heel angstig wat ik nou maar ga zeggen, maar de klemmende greep van kerk, politiek en mijnen allengs weet te ontglippen. En wat meer te vernederlandsen. Je ziet het hier achter op deze bromfiets, dat met name de vrouwen gaan emanciperen. Ze gaan natuurlijk na de oorlog veel meer roken, maar van de andere kant wordt ook de apartheid van vrouwen, aparte seminaries voor mannen, et cetera, voorsorteren voor de klerus, dat gaat verdwijnen. In de recente rapporten, onder andere door Maria Janssen, wordt gesproken over de Limburg-factor, onder andere in relatie tot gezondheid en welbevinden. Maar in de vroege jaren na de oorlog ontstond een sociale revolutie en eigenlijk revolte op het gebied van verbetering van wat men de Limburgse apartheid noemde. Helaas, en dus in die tijd van opgaande sociale revolutie, werd de godvader van de medische faculteit Maastricht, MFM, en later Rijksuniversiteit Limburg, Schenk Tans, nog tot de orde geroepen door Monsignor Lemmens, bisschop Toeremont, in een uiterst herderlijk gesprek. Het tij was echter niet meer te keren. En dit was volgens mij, maar ik ben geen historicus, volgens mij de vruchtbare aarde waarin de basisfilosofie van de medische faculteit kon ontkiemen en groeien. En zoals je op dit briefpapier ziet, kan zien, ontstond er geen vakgroepen, maar capaciteitsgroepen waarvan huisartsgeneeskunde een voorbeeld is. Van basisfilosofie was het maar een kleine stap, naar mijn idee, naar de arts die met beide benen in de gemeenschap staat, met oog voor de interprofessioneel samenwerken en de verbinding tussen cure, care, publieke gezondheid en het sociale domein. Als voorbeeld hier de revolutionaire positieve evaluatie van het patiëntgebonden onderwijs in de huisartspraktijk, waar zaken als gezinszorg, maatschappelijk werk en wijkverpleging hoog worden gewaardeerd. Dit was volgens mij een schaal van 0 tot 5, hè, dus vergis je niet in de rating. De huidige dramatische en prangende staat van de Nederlandse gezondheidszorg in tijden van de gereguleerde oplossing van de overheid, de gereguleerde marktwerking en het onderuitgaan wat ik dagelijks meemaak van de inzetbare arbeidscapaciteit van gezondheidszorgwerkers, denk aan doktersassistentes en huisartsen, maakt dat we aan de actiepunten uit de basisfilosofie weer hard aan het trekken zijn. En vanaf 1974 volgde jij, Job, dit met enthousiasme en vooral zorgvuldigheid. En met zorgvuldigheid kom ik op een aantal karakterologische duidingen. Jouw zorgvuldigheid en accuratesse hebben wellicht te maken met een extended period in militaire dienst. Maar het beeld dat mij bijblijft, wat op mijn netvlies staat, hoe je met oog voor de emoties van beide ouders onze oudste zoon onderzocht. Ik had hier nakeek staan, maar ik moest van mijn vrouw zetten onderzocht. Tijdens wat we toen het consternatiebureau noemden. Ons eigen consultatiebureau, uitgevoerd door jou persoonlijk in huisartspraktijk Geulen. In die huisartspraktijk waar ik in 1993 bij aansloot, zag ik een Job die gewapend met een potlood en een vlakgom dienstlijstjes maakte. We hadden toen nog geen huisartsenpost, dus we moesten voor onze eigen praktijk dat opschrijven. Maar hij schetste ook, alsof hij een architect was, schetsen voor een nieuw op te zetten gezondheidscentrum. U ziet het hier op de foto.
En dit is een gezondheidscentrum wat voor een dorp van 3000 inwoners was. Je bent een waar renaissanceman, Job. Tekenaar, architect, onderhandelaar over de bouw, over de bouwgrond, over de grondvervuiling, over alles. Makelaar, je wist logopedie, fysiotherapie, CBR, keuringen, hoe visionair in die tijd. En nog veel meer te koppelen aan de praktijk. Je bent een sterke voorstander van community medicine en community orientation, geheel volgens die kernwaarden van Wonka. Uit die visie kwam ook een heel mooi gebouw tot stand, dat later ook de nodige ruimte bleek te bieden voor praktijkondersteuners en zelfs een spleetlampruimte voor oogheelkundig onderzoek. Chapeau, Job. Ik heb waardering voor het feit dat je de functie van voorzitter van de vakgroep nog hebt kunnen combineren met een dag spreekuur in Geulen. Het is duidelijk dat je die dag zelf ook waardeerde en deze je de munitie gaf voor de inhoudelijke debatten met het latere MUC+, de UM en ook de huisartsen die je al benoemde in die zorggroepen in de Oorzonregio waar je als voorzitter mee te maken had. In de huisartsengroep Elslo-Geulen was je actief in het opzetten van verbeteringen. Zo ging je bijvoorbeeld, kan ik me herinneren, uitgebreid het land in met collega's om de farmaceutische zorg in Elslo-Geulen te optimaliseren. Je was altijd in voor innovatie en daar vloeide ook uit voort dat we als huisartsengroep een lange termijn visiedocument hebben weten te ontwikkelen dat we nu nog elk jaar tegen het licht houden. Kom ik op de laatste bladzijde. Ter geruststelling. De vakgroep heb je via een lean communicatieplan weten te verbinden met de UM. Het woord family was natuurlijk een geweldig gekozen concept. De verbinding met de regio en verbinding met het MUMC+. Een van onze jongere hoogleraren stort zich elke week, wat ik kan nakijken, in de als laatst genoemde crossmediale benadering en met veel succes en feedback, kan ik u zeggen. De verbinding tussen praktijken, gezondheidsinnovatie, ons eigen registratienetwerk RNFM, de omliggende zorggroepen, Hossel, Siu en Medita en de universiteit, leidt tot een academische werkplaats huisarts geneeskunde met als godvaders, je noemde ze al, Wim Brouwer, Kees de Geus, Jan van Rij, die op het laatste moment afgemeld heeft, die zou aanwezig zijn, Harry Kreebolder, André Knotneres en jij. Een aantal van hen staan hier AVG-neutraal op de foto. En hoewel we staan op de schouders van onze voorgangers, blijkt ook hieruit dat we schouder aan schouder staan. Mevrouw de rector, ik ga nog met u en de decaan in conclaaf om ook in dit rijtje de diversiteit aan te brengen. Ook internationaal werkte je aan de huisartsgeneeskunde. Jouw verdiensten op dit gebied zijn al genoemd door de rector en ook dokter Anna Stafdaal, de Wonka-president-elect, heeft dit in een recente videoboodschap die mij bereikt heeft bevestigd. Zij blijkt echter als Noorse huisarts heel erg van de natuur te houden, zoals je ziet. Zittend onder een boom, omringd door miljoenen krekels. En deze laatsten overstemmen hinderlijk een vertoning van de video in deze zaal. Echter, op de dia zie je een korte samenvatting van haar aandachtspunten. Voor jou. De volledige toespraak met natuur en alles krijg je uiteraard nog aangereikt. Ik denk wel te weten waar jouw succes en de duurzaamheid van jouw succes vandaan komt. Een aanwijzing daarvan vond ik in de Engelse naam die jij onze vakgroep hebt bezorgd. In Engels briefpapier staat family medicine. Het moet dus die inspirerende, scheve diversiteit in jouw kernfamily zijn. Met 5 vrouwen. Henriette, Stefanie, Evelien, Juna en Mickey. En vanwege regelingen van de Universiteit Maastricht dat je hier niet mag zijn onder de 6 jaar, zijn ze er niet bij, maar ze zijn er wel bij. En met slechts 2 mannen, Maarten en Tetsuro, denk ik dat jouw succes te verklaren valt. Dus diversiteit als driver voor succes.
In dit licht, Job en Henriette, zie ik jullie family alleen maar meer gloren. Zeker nu Henriette niet haar Job, maar haar job gaat afbouwen, heb ik gehoord. Namens de vakgroep huisartsgeneeskunde wens ik jullie veel uitdagende horizonten en veel geluk toe. En ik denk uit de volgende foto van Job, die wat vaag is en uit internet komt, heb ik het idee dat die horizonten ook oostwaarts gaan. Dank u wel. Voor het uitspreken van het horeca-est geef ik nu het woord aan de rector Magnificus. Beste mensen, we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze prachtige middag, deze academische zitting. We gaan zo direct naar de refter toe, dat is onze receptieruimte. Ik wil u vragen om onze gasten op de eerste rij en het cortège daarbij voorrang te geven. Ik wil u ook vragen om vooral de receptieruimte binnen te komen, zodat u vast iets kunt drinken en een geschikt moment kunt vinden om Job een hand te geven. Maar tegelijkertijd een drankje te drinken, dat zou ik u aanraden. Veel dank voor uw komst naar de aula en ik wens u een heel fijn weekend.